In deze serie heb je in echte HTML-code je eigen website geprogrammeerd. Nu de laatste missie, missie 9. Je website publiceren. In de vorige missies heb je onder andere een eerste idee voor je site op papier gezet, geleerd over HTML-code en tags, tekst, afbeeldingen en een YouTube-video op je site gezet, de kleuren aangepast en extra pagina's gemaakt en hyperlinks tussen deze pagina's gemaakt. In deze missie gaan we je website publiceren. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Voor deze missie heb je alleen je laptop of computer met internettoegang nodig. In de voorgaande 8 missies heb je hard aan je site gewerkt. Tijdens het bouwen stond de site in offline modus. Handig, want anders kon iedereen je site al bekijken terwijl die nog niet af was. Maar nu je helemaal klaar bent, kunnen we je site gaan publiceren of online zetten. Nadat we dat hebben gedaan, kun je iedereen uitnodigen om je site te bezoeken. Vriendjes, vriendinnetjes, familie, klasgenootjes. Het enige dat je ze hoeft te geven is de URL van jouw site. Een URL is een uniek adres van jouw pagina op internet. In zo'n URL zijn alle gegevens opgenomen die je nodig hebt om een site te kunnen bereiken. Kijk maar eens naar dit voorbeeld. Dit is het adres van de site die ik heb gemaakt. De URL bestaat uit een aantal onderdelen. Als eerste HTTPS. Dit is het protocol. Een protocol is een reeks afspraken om de communicatie tussen verschillende apparaten, in dit geval de computer waar de site op staat en de computer die jouw site wil bezoeken, goed te laten verlopen. Vervolgens de domeinnaam. In dit geval is dat webtink.nl. Andere domeinnamen die je vast wel kent zijn bijvoorbeeld youtube.com of google.nl. En vervolgens de naam van mijn of jouw site op de Webtink-server. En als laatste een specifieke pagina. In dit geval de pagina index.html. Iedereen die precies dit adres intypt of aanklikt als het een link is, komt dus op mijn pagina terecht. Probeer het maar eens. Zet de video op pauze en typ het adres van mijn pagina in de adresbalk van je browser. En wat vind je van mijn pagina? Nu gaan we jouw site online zetten. Start je browser en ga naar de Webtink pagina. Klik op instellingen. Als je tevreden bent over je site en er geen persoonlijke info op staat, zoals je achternaam, adres of telefoonnummer, klik je op Zet online en vervolgens op Instellingen opslaan. Nu jij. Gefeliciteerd, je hebt je eerste website ontworpen, geprogrammeerd en online gezet. Je kunt je site zo mooi maken als je zelf wilt. Voeg nog een heleboel nieuwe pagina's, video's of afbeeldingen toe. Wanneer je klaar bent, kopieer je de URL uit de adresbalk van je browser en stuur je hem naar iedereen aan wie je je site wil laten zien. Je hebt ook je laatste medaille verdiend. Ik ben super benieuwd naar de site die jij of jullie gemaakt hebben. Als je wil, kun je hem met ons delen via Facebook of Instagram. De links naar onze pagina's vind je hieronder. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dit was de laatste missie uit deze serie. Maar op skillsdojo.nl vind je nog veel meer andere leuke missies om te doen. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.